If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and up and we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, oops, baby, dream is a fine. Life is a dream. Bovenop het nieuws. Ja, hoor. Heel goed. Wat voor project ben jij?
beginnen vandaag met een beetje lopen. Op deze heerlijk goede schoenen. Gaan we doen, hoor. Daar lopen wat mensen in de weg. Die moet je een beetje zo aan de kant schoppen. Ja. En dan leggen er een paar andere mensen, die liggen ook nog eens een keer in de weg. Die komen heen springen. Hup, zo, je schopt ze aan de kant. Hup, en weer omhoog springen. Ha, ja, goed zo. Ah! Is het een hele grote veer, die moet aan de kant geschopt worden. En dan springt ook weer overheen, nog over. Ja, ja. Ja. En we hebben eindelijk een keer die skis te pakken. Als jullie wel echt die tenen aan hebben gewezen, gaan we dit nog een keer doen. En dit keer ga ik kijken. En nu ook meezingen, wat ik wil dat iedereen het hier hoort. We eerst één keer op het oefenen. Ga dit. Hoog, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoog, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Komt ie! Oren, ogen, beetje van je neus. Hoog, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoog, beetje van je neus. Hoog, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Moet wel wat afval bij je gooien voor even al die gaan wij ons allemaal de rechte ski gaan we aantrekken. Nou. Voet gaat afzetten in een soort autopet, dat heb ik vroeger wel eens gedaan. Vooruit glijden. Ik wil dat Jan als gevorderde begint straks als eerste tikken. Dus kan er vast wel wat uit, Jan. Ja. Kom, deze kan me een beetje uit, dan kan iedereen jou even. Ah nee, Geert. Tikken mag wel. Jan begint te stikken. Ik wil de rest iedereen verzoeken een strategisch plaatje. Dat veel te wachten als jongen. Ja. Ja. Wat is er nou? Is er nou? Wie is dat? Nee, hij zit achter, wat scheelt. Jij dus. Ik heb wel een beetje strijdlijsten daarboven. Ja, raar, hè? Ik haat
uit hoor. Ja, dankjewel, Rob. Heb ik allemaal aan jou te danken. Als je niet goed genoeg bent, dan ga je hem hierheen. Ik liever de andere kant. Ja. Ik heb nu 3 kwartier op Monique gewacht. Nee. Monique doet, dat is Monique inderdaad. Monique probeert gevorderd te skiën. Projectje hier. Krijg voor betaald. Hey, Monique, hey, lift, 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 in lift, jij, ik, jij, lift. Dat het geld wat jij eigenlijk voor je skispullen zou uit willen geven, besteed aan een rondje. Ik vind dat fantastisch. Geweldig. Koos, we houden van je. Dat was niet eens de afspraak. Oké, maar. Rij maar. Oké. Oké, kom maar. Goed zo, goed zo, goed zo. Oké. Erg. Nog beroeren? Dan wisselen. Je moet vanavond terug. Mag ook, ja, ik weet niet eens wel of je open of dicht is eigenlijk. Ik denk dat het dicht is. Nee, nou, snier, hier goed vasthouden en je drukt jezelf als het ware een stukje omhoog. Je moet lager houden, anders kun je namelijk niet de kracht uitoefenen. En wil je de andere hand moet veel meer naar onderen doen. Juist ja. Dat is moeilijk. Probeer ook zoveel mogelijk als het ware je lichaam bij de ski te houden. Dus eigenlijk als het ware helemaal in een zicht houden. Parallel, bremsen, bremsen, bremsen. Helemaal stilstaan, stilstaan, stilstaan. Oké, bij elkaar zitten. Kleien. Ding hij wil. Nee, je moet toch een bochtje rennen. Ja, het is te makkelijk voor jou. Okay. Meer uit elkaar, meer uit elkaar, meer uit elkaar. Meer uit elkaar. Hangen, je kunt stil. Ja. Ik sta stil. Oké, vloek. Beide voeten evenveel gewicht. Goed zo. Dan zet ik de veer overheen. Ja, dat is waar. Oké, een beetje bij elkaar en weer goed. Vloek. Kanten. Ja. Ik was er mee, maar ik zit niet in. Een beetje bij. Juist ja. Oké. Komt ie, Claudia. Ah. Oké, goed. Knieën niet bij elkaar, kun je wel. Ja hoor. Zeg, je denkt toch niet dat ik die dingen daar voor niks neerzet om ze om te... Misschien Claudia ook wel een remmiging bij jou, maar goed. Je uiterste voet die erin hebben gedaan, werkt eigenlijk. Op het moment dat je ook een beetje heen en weer zwabbert eigenlijk als het ware. Dat zwabberen, dat komt omdat je het gewicht eigenlijk zonder dat je het door hebt, een beetje verdeeld over de een of de ander schiet. En zou je nou... En je ziet hem, hè?
is alleen maar zoomen, zoomen, zoomen. Heb je me nog? Is goed, Koos. Uitveden, uitveden. Doe een keer je best, Debbie. Oké, druk. Het staat nog steeds te laag, hè, Sinnieveld? Ja. Maar het is nog niet zo'n toertje. Oké, komt die punten naar achter toe. Remmen op de ene kant, op rechts. Die kant gaan leunen, die kant gaan leunen. Nou, ik wil eerst even weer het idee hebben dat ik... Dat je de controle over kunt krijgen? Ja. Dat is goed. Dus ik vind het steeds enger worden. Ja? Ja. Nou, probeer anders eerst dan één bochtje te maken. Dan hoeft je mij dat niet zo prettig uit. Dan pak je meteen hier de volgende. Ja, je mag het ook zo doen dat je dus... Nou, dames en heren, de Nederlandse selectie. Nagano. Ski slalom. In onze eerste. Hebben we de Monique Smit. Het stipje. Monique houdt van de brede slalom. En naast de kinderklas komt Marianne en Geert naar beneden. Het kind dat valt, niet voor ons, niet voor ons. En naast Geert komt ook Agnes. En onze good old Jan Spanjaard. Achter mij, hè? Mooi afleiding. Ja, dat is helemaal in je dagje. Hij laat maar uit je mond. Ah, en die André. Ja, hij heeft een probleem met zijn klem. Die blijft niet goed vastzitten. Dus ik denk dat niet goed vast is. Vanavond tactiek besprekingen en techniek. Oh! Ik heb mijn gewicht verkeerd. Ik denk, oh, daar ga ik. Edgar's binding lijkt lam te zijn. Lam. Ja, ze staan nu op de Paul en Rami hier. Ja hoor, ze gaan in de pal. Hoe is het groepsproces, jongens? Hoe is het groepsproces? Groepsproces? Tamelijk oké. Hartstikke oké. Oh, wie staat weer op mijn skis? Wil je een eerlijk antwoord geven, Marjan? Ik ben heel eerlijk. Zo! Zo, ik heb een rondje verdelen. Dat gebeurt ook niet dagelijks. Dankjewel, Monique. Graag gedaan, Robby, dan krijg je de volgende maal te strijden. Ja, nee, dankjewel. Ik heb even beginnen. Nee, je moet het op gelden. Godzame, helpen ze even. Wil je een handje hebben? Ja. Nou, het is wel charmant. Beentjes, wijzen. Ik heb alles bij, moet ik eerlijk bekennen. Paltjes zitten. Probeer dat ook maar met een Robby tussen je benen. Heb je niet alle dagen? Precies. Moet je van genieten.
Nou, mevrouw Jelsma heeft wat problemen met links en rechts. En daar volgt de hele andere groep. Paul heeft een ongelooflijke snelheid. Schrikbarend. Oké, Paul hier, kom maar. Oké, kom maar hierbij. Ja, ja. Genoeg stof tot analyseren. Hij is hartstikke lam. Oh, René! Lijkt me misgaan. Hoe deed je dat? Ik wou dat niet nog een keer. Ik wou dat niet nog een keer. Paul, jij hebt Paul door. Ik ook zeg, we samen gaan. Dit zo goed met Paul. Ik probeer het op als een bepaald intellectniveau. Kun je ook boksen, Paul? Ik kan nu ook wel boksen, hoor. Ik vrees dat Paul aan de zaak weet dat het leuk is. Ik ben 22, hè? 23.
23. Ik ben er al 20. Hop, doe achteruit, Svansi. Dan mag zo naar Germán. Moet ik je moet niet aan de andere kant. Ik laat me niet vertellen. Ik ga het eerst schuim. Of ik ook twee dieptepunten mag vertellen. Nee, hoogte. Mag ik dan als laatste? Kan ik even nadenken nee, over het hoogtepunt? Nee, je mag ook met dit punt beginnen. Dat is eigen keuze, zo zijn we wel. Dit punt. Mag ik zeggen dat wij de hele middag één knooi dieptepunt beginnen? Hoogtepunt. Ik volgens mij heb ik wel één goed bochtje gedraaid. Was dat het hoogtepunt? En het dieptepunt was wel mijn hele gekke val, waarbij mijn ene been die kant op ging en het andere been die kant. Hoe noemen we dat, Paul? Nee, ik stond nog, maar mijn knie was een beetje omgedraaid. Ja, dus ik deed in alle soorten en maanden. Dus sinds hier ben ik gestopt. Alles gespaard na gehad. Morgen weer. Voor vandaag dan. Ben je niet steeds tussen praten over? Ja, nee, maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Ik ben al klaar. Nee, we zitten al. Ze komen aan. Mijn tiefste punt dat ik als de lift gevallen ben. Die lift is wel. 23, wie komt er categorie 24? We hebben de 16 al gehad. Doe maar! Dieptepunt. Op de zelfmoordpiste van René, echt onwijs op mijn bek gegaan. En het hoogtepunt was vanmiddag slechts één keer. Nou, niet liegen, twee keer. Vond ik wel heel aardig. Zag er ook goed uit. Ja, zeker. Ook dat ook. Ja. Je hoogtepunt komt ook nog. Ja, zeker. Goed. Ja, René, het is net als Monique toch? Ik weet nog niet, net als mijn kind af. Ik kom bij 105. wie wordt 26? Ik word 70, ik mis 26. Monique! Ik eerst? Ja, je mag eerst. Nou, mijn hoogtepunt was wel. Is een keer bench. Felle licht. Dat ik René heb zien vallen vanuit mijn skilift. Ik ben een enthousiast bananen op letten, waardoor we inderdaad, een milkshake is het. Slechts één keer. Ja, die maak ik nog niet gekregen, gewoon. Nee. Ja, dank je. En mijn dieptepunt is dat ik gevallen ben. Terwijl niemand het zag. Iedereen skierde me. Zielen. Ze zullen beter op je letten. Oké. Okay. Vooral op je vallen dan. Vol. Goed, wie zit er in? En dieptepunt. Dan ben ik twee keer omhoog geweest hier. Oh ja, dat was de handen meer om reden te komen. Ja. Ik wil. Robbie! Mijn dieptepunt was dat Marine mij uit de skilift haalde. Ja. En vervolgens zijn we over piste ging skiën. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 26. Even de camera. Je vriendin zit daar, Koos. Die is 30. Ja. Het hoogtepunt was eigenlijk dat Sander en ik elkaar redden toen we om twee mensen heen gingen. Was toch heel leuk. Even wat anders, met En die blauwe bril. Oh, Koos wil even vriendelijk lachen toe even. Ik moet zeggen, ik had het wel, maar goed, je hebt wel een beetje maken. Ik kan ook een dieptepunt nog een keer in de lucht. Die vervolgens pas twee uur later kwamen. Ja. Kijk, bijschieten. En het dieptepunt was dat ik toen met Robin mee mocht en vervolgens 200 meter bike geleden in 10 seconden heb gedaan. Dat heb ik gevolgd. Ja, gevolgd. Ja. Klaar, je weet precies wat het is. Ja. Nee, samen maar. Hoezo dat een eindje? Ik zal niet zeggen dat het een eindje is, maar als je het bent moet je er hebben. Zelfde punt zijn wij. Maar dat geeft wel weer een pand, hè? Dat is een pand, nee. Nog meer 27ers? Anker. Ik. Ja, ik was 33, maar ik was zo moe. Zo, Anke, vertel. Ik heb vandaag 32 geworden. Ik vind dat na vandaag voel ik me heel oud, al die spullen. Blauw willen. Dat liggen we niet vast aan. Nee.
Ga door, ga door. Een hoogtepunt was denk ik wel de kopstoot met Koos. De kopstoot met Koos? Leg uit. Vraag Romy. Niet meer weg. Romy zit hier. Was er ook jouw hoogtepunt, Koos? Dieptepunt. Of was je al geweest? Ja, Koos is 22 dus. Maar wat was nou je dieptepunt dan? Of dieptepunt was kopstoot, zei je? Of was dat je hoogtepunt? De hoogtepunt was kopstoot. Dieptepunt was het ouder worden vandaag. God. Het is al maagd oud, toch? Ja. Oh. Hé, is dat goed hoor? Anke is morgen jarig, ja. Anke is morgen jarig, ja. Maar dat zouden we niet openbaar maken. Maar morgen. Morgen. Zoenen. Vanaf 6 uur. Oh nee, niet vanaf 6 uur. Hé, je zat hem aan elkaar. 28. 27 nog eentje. Zeg, oh, André! André! Ja, mijn nieuwe is dat wie de energie aan de middenstation van halen gevaren had. Ja, ja! René, is goed. Mijn heugdappel waar, dat is heel erg om niet. 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 Ich hab die Ski an der Mittelstation an meinem Haufen gefahren. Ja. Ja, das war schön. Ein Domino. Der Pau. Pau. Nee, mijn dieptepunt was dat mijn ski bleef steken in een gleuf en ik een buikronding maakte en moest waren we net. Ik die blauwe plekken. En ook. We hebben een nieuwe val systematiek bedacht met hulp. Dubbel vallen met hulp. Ja, dat is aan. Oh, ja, kun je daar een voordeel misschien? Nou, dat is wel een beetje moeilijk. Ik heb geen ski. En dan moet hij weer tussen de benen van Romy kruipen. Nee, ja, zo. Ja, toen kwam hij niet gelukkig. En toen kwam hij niet gelukkig. Wat voor Paul weer een dieptepunt. Moet wel zeggen. Hij kraadde het diep. Paul is daarna wel heel erg stil geworden. Dat moet je natuurlijk even psychologisch verwerken. Dat, ja, dat gaat niet zo waar. Ja, ik snap het waar het zal. Nee, het is niet stil. Oké, oké. 28 nog, verder? Nee. 29. Helemaal. Ja. Dankjewel dat je zo attent bent. Hey, kijk, dieptepunt. Dat was wel die vanochtend toen ik met Debbie naar beneden skiede en ik natuurlijk heel laconiek en stoer misschien niet vastdeed. Zo van, dat is niet nodig joh, daar zijn we zo en dan moeten we ze weer loshalen. En toen bleek dat we toch wel even één keer het bochtje op moesten. Dus ski en schoen, dat is toch anders dan bij anderen. Ja, wegleden. Het zat er heel leuk uit hoor. Ja, dat is wel. Hoogtepunt is, ik denk dat Claudio mijn hoogtepunt is geweest vandaag. Ja, wel een raadsel. Als enige toch nog eens overgebleven van die N-Fanger. Ja, die zei dat die hebben de hoek snel verlaten. En niet met hulp van hem. Claudio is de enige volgens mij steunen en toch laat gelukkig. Ja, ze hebben mij te eigen plek. Hebben wij verder nog 29 jaar? Ja, jij. Dat was mijn dieptepunt. Dat was mijn dieptepunt. Mijn hoogtepunt. Het was ook hoogtepunt was ook hoogtepunt van Monique eigenlijk. Mijn met de bananen? En niet van jou. Nee, ik ben. Ik zou even de rode piste even op tempo naar beneden gaan. Wat op zich natuurlijk geen enkel probleem is. Nee. Waren niet dat de piste niet zo goed geprepareerd was. Vrij veel mensen dat zo. Nee, ik ging harder dat vond ik op zich wel aardig. Koos in mijn ogen. Ik ging steeds, zoals keurig iedereen aangeleerd had, van lekker diep zitten. En ik ging steeds dieper zitten en dieper zitten en dieper zitten. En uiteindelijk zat ik bijna met mijn kont op de skis. Je kunt hem niet uitleggen. Ik was zeker helemaal niet geschoren. Dus, toen ging ik dus inderdaad even, ja, dat gaat niet goed, want je gaat alleen maar sneller. En toen stond er één kindje van, hé, daar komt iemand snel op mij af. En toen dacht ik van, ja, of het kindje of ik. Het kindje. En toen ik het kindje gelanceerd had, raakte alsnog uit balans. En toen viel ik. Dus dat was, ik stuiterde behoorlijk. Maar dat was ook wel een keer fijn. Dieptepunt. Au.
Oh. Dat was jouw dieptepunt. Het dieptepunt was wel dat ik Romy ontiegelijk pijn heb gedaan. Zo goed en allemaal als ik het zo opbouw. Ja. Nee, er kwam wat. Romy was al geprobeerd, had ze met Marina de lift te beginnen. En die raakte dus halverwege, had Marina iemand anders gezien, die dacht, daar ga ik dan heen. Dus, heb ik ook nog geholpen beneden, kan dat? Ja, dus Romy kwam eenzaam alleen met de lift omhoog. Dus ik zo'n redelijk vlak stukje. Ik denk van, leuk, ga ik dat stukje wel mee met Romy in de lift. Dus ik had mij al een beetje geïnstalleerd van, nou, ik sta vast en een beetje gewicht overbrengen. Alleen ik had niet door dat mijn achterkant van mijn ski iets langer was dan ik verwacht had. En toen ging Romy niet haar benen optillen. Ja, dat raar. En nu heeft Romy een hele grote blauwe uitstorting. Spijt me, Romy. Spijt me heel erg. 31, 30, 30. 30. Moet niet 30. Nee, okay. En Agnes? Agnes eerst. Agnes. Dik tijd. Oh, ja, dit is Agnes. 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 Eerst Agnes. Agnes, begin maar. Nee, mijn hoogtepunt vandaag was mijn eerste. Nee, je bent één grote. En laat dat even afzien. Dat is een ander. Dat is een ander. Nee, mijn eerste ervaring met een sleepliftje met zo'n stokje achter je reet. Dat vind ik best wel lekker. Is dat nu je hoogtepunt? Ja, dat was zeker een hoogtepunt. Dieptepunt was dat op de hoogtepunt van het sleepliftje ik nog niet de ervaring had die ik moest hebben om een beetje keurig netjes een baantje te verlaten. Monique was het. Ja, dat was het. Monique! Het gaat over het skiën, hè? Ja. Monique. Buiten het skiën was mijn hoogtepunt toch wel vannacht. Monique, doe je poep bij nacht. Aber er weiß es nicht mehr. Er war ja auch total besorgt. Also das ist auch wieder ein Tiefpunkt. Hoogtepunt. Maar 2 keer gevallen. Hele dag. Weet wel van andere jaren dat het anders is. 2 keer. Ja, Romy. En ja, dieptepunt. Dat had ik eigenlijk niet echt. Oh ja. Wij zijn nog wel van reizen. Ja, kan die leuk nog op? Weet ik niet. Wat was mijn dieptepunt? Ik mijn skipas was verloren. En mijn skis dus. Mag ik even? Dat na het verlies van mijn skipas ook nog mijn skis opnieuw bijgesteld moesten worden. Ik uiteindelijk toch naar boven ben gekomen en samen met André naar beneden ben geskiet. En dat ging zo lekker dat we zeiden van we gaan nog een keer. En toen was de skilift gesloten. Dus ja, dat is mijn dieptepunt. Misschien mag ik nog even. Koos, wil je even lachen? Koos, wil je even vriendelijk lachen? Toe even. Ja, goed. Mooi close-up. Maar goed, je hebt het meegemaakt. Dat is heel niks, denk ik. Ik heb een dieptepunt nog. Roept u maar. Lievertje. Je gaat koud. Jij. Goed, en de andere? Jij. Pas zo vaak. De andere is in. Ook daar staat het. Dat is moeilijk, een hoogtepunt. Ja, kom op, Koos. Laat me deze komen stuiten. Ja, hoogtepunt is natuurlijk het, dat het uit zijn in deze groep. Nou, dat klinkt een beetje. I love this man! Het dieptepunt is dat ik niet kan skiën. Ja, dat weet je wel man. Morgen weer een dieptepunt. Dat is wel makkelijk. Voor de rest werken. Dieptepunt was toch wel dat je de skipas moest afgeven aan Edgar. Neem mijn hoogtepunt niet. Oh, sorry. Ja, die gaat aan. Die gaat aan. Natuurlijk dat ik dit jaar tot nu toe ongeschonden in deze groep kan participeren, want elk jaar was toch wel iets aan de hand. Ik met je auto. Nou, de auto die heeft het nog steeds overleefd, de grote crash vorig jaar. Hij rijdt ook mee met die leaseback. Ik heb nog steeds een nieuwe gaten in mijn hoofd erbij gekregen, dus dat is echt een enorm hoogtepunt. En ik vraag me af of dat komt omdat ik, als je met auto dat je wat voorzichtiger gaat skiën, of heb je gewoon geluk dat dan een auto. Ik wil even vertellen dat je wel rustiger wordt, maar jij bent toch best wel... Probeer dat te doen. Nou, wat ik ook wel een beetje mis is, want vorig jaar herinner ik me dat ik een paar keer achter Jim steeds achterging. Als hij dus een heuveltje ging jumpen, dacht ik, hé, dat kan ik ook. En dat mis ik nu een beetje, dus ik krijg die uitdaging niet zo erg op dit moment. Ik dacht, je ons ging inhalen. Ja, maar dat weet je niet. Dat kon ik niet. Ik ging achter een meisje met een rood jasje. Ja, ja.
parallel skiën. Jouw, die heet Roodkapje. Sorry. Wat? Heel, nou, mijn diepste punt vond ik dat een vervelende, nare oefening van Herman, die hij bedacht dat je er tussen iemands benen door moet kruipen. Maar dat vond ik dus, wel Herman. Een luchtman. Heel vervelend. Dat moeten we hem afkeuren voortaan. Ja. Of een andere begeleider kiezen. Ja. Dan wil ik ook andere spelers, medespelers. Ik ben gehinderd in mijn tikken. Obstructie. Obstructie. Ik ben erop zit. Zo is het. Nou, ik merk dat, het is een hele gezellige dag geweest. En morgen. Ja, morgen begint ook met jou op half tien. Ja, half tien. Half tien. Hoeveel tijd? Beginnen die beneden zijn? Dat hebben we al afgesproken. Ja. Het zou een leuke video worden. Ja, en? Jullie zitten daar met z'n tweeën in een diepgaand gesprek. Oké. Oh, ja, dag André. Hallo Monique. Hallo André. Goedenavond. Kijk eens wat mooi zomer naar beneden gaan. Of dat ze niet anders gewend zijn. Dit is Hannes. En Hannes kan eens. Oh, wie schön. Wie schön. Oh. Een beetje aangename skiedag wordt. En verder ben ik heb een goede gemoedsrust. Het is prima gegaan. René, ik verheug me al op de dag. Zoals je kunt zien. Dat zie ik. Ik moet zeggen, ik moet het brilbeeldscherm nu erop zetten om jouw glimlach helemaal in beeld te kunnen krijgen. Dus... Stekend. Of zou ik die kleerhanger uit mijn mond halen? Ik ook. Dat kan ook. Is goed. Nee, is prima. Ik ga even zetten. Wie wil het koffie? Oh, koffie. Ja, koffie. Hoe voel je ons van jou? Een beetje moe. Hoe komt dat? Maar wel heel blij. Heel blij? En jij moet zo lullen de hele nacht, hè? Oh. Komt zo. Ja, maar je bent wel blij. Je bent een... Het gaat best goed voor mij. Je bent een vrolijk mens. Oeh. Blij mens. Blij mens. Nee, nee. Goed. Ja. Oké. Zo, Hannes, wat drinken we hier? Hannes, ja, doe. Drinken. Hannes, wat drinken we hier? Ja, heel steeds zo. Ah. En dat om. Kwart over tien. Pils. Hannes. Koffie. Pilsje. Twee koffie. Hier is nacht. Nee, twee keer. Ja, twee of drie keer. Die oogjes van Paul ook, hè? Ja, zie je die nog? Oké. Zijn ze de ogen goed op? Inclusief lens. Ja. Anders wordt het helemaal niet meer. Ik denk, je komt met een sterk verhaal, Paul. Maar, een sterk verhaal. Nou, ik ben natuurlijk gigantisch op mijn bek gegaan. Oh ja? Ja. Vertel eens. Hoe lang was het op? Ik heb een spoor achtergelaten en helemaal bovenaan bij de lift. Oh, lekker ga je naar de lift. Ja. Ik moet zeggen, details hoef ik niet te horen, Paul. Oké. Okay. Nee, ik dacht dus van, ik ga het ravijn in en toen kon ik nog net mijn skis in een berg sneeuw zetten. Goh, goed zeg. Dat is gedaan, hè? Goed zeg. Nou, dat dacht ik ook. Je bent echt wel de beste. En ik stond weer. Jee, wat man. Ja, dat was een nieuwe manier om de rode piste te nemen. Je flikkert gewoon op je bek en je glijdt er zo af. Sneller gaan. Nog een keer, voor de kijkers thuis. Oké, voor de kijkers thuis. Het is een snellere manier om de rode piste te nemen. Je glijdt op je bek en je gaat zo snel, niemand haalt je in. Dus even voor het meeschrijven, je hebt nodig een rode piste. Je hebt nodig een rode piste. Eén paar skis. Twee skis. Twee skis. Een paar stokken, het lijkt altijd imposant. Aha. Je hebt aardig wat sneeuw nodig, een vers geprepareerde piste. Aha, en hoe lang duurt dat dan ongeveer? Als een tiet. Een tiet. Een paar seconden. Je glijdt als een tiet. Ja. Glijdt een tiet.
Oh. Ja, als je daar op je bek gaat wel. Ja. Nou, dat is voor een ander kookprogramma. Ja. Nee, dat is het advies voor vandaag. Ja. Glij onderuit. Even bijblijven waarschijnlijk, voor het beste resultaat. Even bijblijven, ja. Ah. Niet te snel je skis in de sneeuw zetten. Nee. Hou ze omhoog, de stokken ook, dat geeft een heel leuk beeld. Ah. Voor de mensen die dan denken van, oh, die, dat geeft een heel leuk beeld. Goed. Kijk genoeg een amusant percentage, dat stijgt weer. Ja, ja. Dan, interessant. Je bent zo beneden. Heel interessant, Paul. Je bent eerst weer bij de lift, ja? Ja. Dus, moet je proberen. Goed. Oké. Okay. Nou. Tot straks. Oké. Okay. Ik kan een beetje moeilijk knippen van deze kant, ja. Maar... Ik doe het wel. Dat rolt zich een heleboel op. Het is alleen een pak nog bij met de zon. Hey, Herman, ski. We zijn nu alweer toe aan de pauze. Ja! Dat is schandalig. Kijk, via limonade. Mijn jongen, de echte, die gaat gewoon door. Waar zijn ze allemaal dan? Ik zou een keer moeten doen, maar ik weet wel waar het al ligt. Waar zijn ze allemaal dan? We gaan gewoon door. Kijk, wie staat er hier op de marina? Ja, of wij beginnen nu straks aan onze pauze. Nu pas. Volgens mij zit het net. Ja. Daarbij, Marina, die is op de piste. Dat kunnen we eigenlijk niet aan doen. Ja, ik stond daar staan. En bij, haps. En bij, haps. En die, hap. Oh, dat is niet hier af, maar. Hap, aus. Is je beste Sandra, nur wenn deine rechte Bogen deine Schulter. Ja. Ja, du drehst so ihn. So. Nee, ik ook van jou, Romy. Jongen, jongen, jongen. Gewoon een keer dan trek mij. Hé, die komt Monica, man. Ik op die manier mezelf dwing naar het ja. Nou, dat ging eerst wel goed, maar op een gegeven moment ging het. Ik kan me dan niet meer zo halen. Waarom lach jij? Het gaat helemaal niet goed. Het is leuk voor analyseren. Ja. Dus je knieën naar voren brengen. Moet niet ingaan hoor, ik moet niet even eruit. Ja. Nee, zie je? Terecht op, terecht op. Snellere bochtjes, Paul. Je staat terecht op. Naar ik de bocht. Dan gaan we, dan vlieg je eigenlijk snel. Snellere bochtjes, Jan, kom op. Hop, hop. Hop, kom op. Zoom, zoom, zoom. Ritme, hè? Hoog, laag, hoog, laag. Probeer een hoger ritme. Nou dan. Robby, wat doe je nou weer? Ja. Ja, doe, Leute. Wie mag het water? Robby, Klaus, hem. Die is weer uit elkaar. Die gaat om ons heen. Nou, ging die, Monique? Nou, toch? Of niet? Niet liegen. Oké, okay. Ik ging toch wel aardig, vond ik. Oh ja. Beetjes naar voren. Oh, Agnes, hoe ging die? Ik heb minder angst voor dit heuveltje dan voor die tijd, dus het gaat wel goed. Okido. Monique? Fantastisch. Oeh. 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 Marjan, hoe gaat die? Heel leuk. Heel leuk. Gewoon gezellig, ja. Oké, okay. Dat is prima. André, wie gaat's? Het is einfach herrlich. Het is einfach herrlich. Geert? Dat is een hartstikke mooi, maar het kan niet. Oh ja. Oh ja, oh dat is dat. Uit Grunning. Ja.
Oké, jij komt te drinken, zeg. Je bent familie? Intelligent gesprek, hoor. Thank you.
Mensen zullen het vanavond meegemaakt, maar wat we nu doen is vanaf afgelopen. Maar dat weet jij nu, maar eigenlijk niet. Nou. Dus het is eigenlijk een stukje wat we pas later echt momenteel. Niet waar, collega? Dat klopt. Als het goed is, dan zien jullie dit nadat wij weer terug zijn naar de volgende boodschap. Want ook ik vind dat goed. En daarom zijn wij... samen zeer gelukkig. En dan hopen we... dat ook nog. Een volgende keer... Tot ziens dan maar weer. Ik ook. Gedag. En dan moeten we beide zeggen. En dan moeten we beide zeggen. Daa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 a
Marina. Ja, als je jongetjes plagen, krijg je dat soort dingen, hè? Oh. Daar hadden we het zo. Pak hem. Niet zo wil, maar niks meer. Ik doe je wat. Dat wist ik al. Wij doen dit dagelijks. Ja, kom maar aan. Nou, zo hebben we ongeveer al een kwartier staan de klooi daarboven. En dan moeten we eventjes even één keer voor het vrij, want ik ben hem even kwijt. Inhaken we allemaal. Het is dit keer geen meezinger. Sorry, het is van onze laatste cd. Kop! Heeft er één steeds meer zin? Heeft er echt lol in? Claudia, Claudia! Wat legt etwas aan Engelen zagen? Ik zal hem een snaps vragen. Sandra, Sandra! Heeft problemen om te remmen, ging daarna in de sneeuw zwemmen. Agnes, Agnes! Agnes! Skiet heel goed en heel erg fijn, wil alleen maar eerlijk zijn. Marian, Marian! Kan in het begin niet alles vatten, heeft nu lol op de latte. Moutje, moutje! Heeft de last van zijn benen, maar kan al de beste video opnemen. Koosje, koosje! Koosje! Er wil immer sneller uit meer, aber macht es andere ganz weer. André, André! Eerst 10 minuten rustig aan, maar op de zwarte piste een baan. Geertje, Geertje! Geertje! Venster. Zij zat vol ski verlangen, bleef Padoes aan haar fijn hangen. Moniekje Smit! Smit! Je kunt hem niet van een auto beroven, skiet zijn verdien ondersteboven. Edgar, Edgar!
Hij is dapper en klein, wil bij de Engelsen de sterkste zijn. Jantje, Jantje. Jantje. Is het een lekker ding? Nee, is het een lekker ding of een lekker dier? Nee, het is een zevenzoenende Engelse officier. Debbie, Debbie. Oh, oh. Gebeurt met haar heel veel dingen. Eigenlijk te veel om over te zingen. Rommy, Rommy. Rommy. Schiet van de zwarte piste wel snel. Maar last van, je weet het wel. Anke, Anke. Schiet naar beneden met veel gillen. Zou ze echt kamer 36 willen? Monique, ouders. Ouders. Kan leuk de lambada dansen. Loop daarna met drie vrouwen te jansen. Paltje, Paltje. Zonder vent al heel erg lang. Dan maar zoenen om de dwang. Marina, Marina, Marina. Dankjewel. Nou, dankjewel jongens. Het was een kleine bijdrage. Groot succes. Nou, ik vond het fijn dat jullie het genoeg hebben genomen om hier helemaal naar beneden te komen. En het film is dat we nu weer omhoog moeten. Ja! Kijk op de wildbonus. Gaan we naar beneden dan? Naar beneden misschien wel. Pirouetje op de camera. Wow, Anke heeft voor zijn ogen. Ik ben ook benieuwd. De Magnus, kop. Ja, maar je moet. Toma en bochtjes. Haps. Nou, Monique, voor thuis. Hey, wagen rechts. Ja? We staan hier in een geweldig zonovergoten bosslang. We zijn bezig met het afsluiten van een paar geweldige dagen. Die gelukkig allemaal vastgelegd zijn door een geweldige videoopname, meneer. En in één woord, het was gewoon werelds. Het was gewoon een gekkenhuis. Ik snap de emotie, Koos. Ik heb er ook moeilijk mee. We gaan bezig om de boel af te sluiten. Mensen gaan vertrekken. Mensen blijven. Het is pijnlijk. Maar er komt meer. Dat was het wel. Ik ben nog zonder woorden. Ik ben roerloos. Ik zet de bril maar op, anders ga ik huilen.
Dag Koos. Ik zal je missen. Maar ik moet in de lift. Oh, uitzoomen. Oh ja, oh, wees goed. Uitzoomen.